En inmiddels is het ook de glazen koets, dames en heren, als laatste rijder die voorrijdt bij Paleis Noordijk. Deze temperatuur hier op het snelpad voor de ruiters en de paarden. En het brede eresporten van de Koninklijke Marcus Hussein, dat nu op het korte deel van het lange verhaal is, wordt gevolgd zo dadelijk hier in de bocht door commandant eresporten cavalerie, de luitenant-kolonel van de Krol, met twee ordonnansen, gevolgd door een pomp de paukenpaard met vier trompetters. En daarachter de beredende standaardwacht van de cavalerie. En daar dus de standaardwacht trouwens in met de standaard, de kleine uitvoering van het vaandel van de cavalerie. Daarachter de peloton van het cavalerie escorte met onderofficieren, korporaals en huzaren. Het zogeheten tweede peloton, al zijn ze dus het eerst verschijnende in de stoet namens de cavalerie. Daarachter ziet u de prachtige rode tuniek, zo dadelijk in de bocht. De rijknecht-majoor met twee rijknechten op de paard van het Koninklijk Staldepartement. En zij gaan het eerste en het tweede rijtuig vooraf. Is een gala Berliner met, zoals wij u eerder aangaven, de ceremoniemeester, de heer Van den Burg. En Jonkheer de Wijker Slotenweer is de kamerheer in de provincie Gelderland.
En in het tweede rijtuig die charmante coupé. Voor charmante inzittenden. Zijn excellentie, de heer Versteeg Grootmeester. En haar excellentie, gravin van Zuilen van Leerveld. Den Bier Portugal Grootmeesters. Dan in de bocht hier, commandant Bredeneer en escort de landelijke eenheid Bredenen van de Nationale Politie. Hoofdinspecteur Visser met twee vleugeladjudanten. En dan de kliek, dames en heren. Bonte paukenpaard met 8 trompetters van de landelijke eenheid Bredenen. Daarachter ook hier weer een standaardwacht van de landelijke eenheid Bredenen. En dan het eerste pelotol, hier de escorten van de landelijke eenheid Bredenen. En u ziet, het gaat snel. Van de Gala Glas Berliner met de 4 KVPN Groninger paardenstandboekpaarden. Zal elk moment hier ter hoogte van de bocht naar het korte deel komen. En daarin zijn gezeten zijn Koninklijke Hoogheid Prins Constantijn en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien. De escorterende adjudanten van Zijn Majesteit zijn de kapitein luitenant ter zee Mos rechts. En de luitenant-kolonel der Grenadiers Simons. Ja, goed te zien. Het is mooi. Ja, ja, ja. Hier, dames en heren, de doorkomst van het tweede peloton Bredeneg Irexporten van de Landelijke Eenheid Bredenen van de Nationale Politie. In de opmaat naar de glazen koets. Vermoedelijk, en we zien dat ook vanuit deze positie, zal de glazen koets vooraf worden gegaan door de stalmeester. Kolonel der Koninklijke Marechaussee Maarten Dienst Wassenaar, die als enige een vrije positie heeft in de stoet. Waarschijnlijk zal hij op de route terug achter de glazen koets zijn, maar nu dus voor de glazen koets. Alle andere onderdelen van de stoet, die mogen op een andere manier wisselen van positie. Op de prachtige schimmel, daar gezeten, kolonel Wassenaar, de stalmeester, en hij gaat vooraf van de glazen koets, bespannen met 8 paarden, Koninklijk Fries paardenstamboek. En de stalmeester zal extra trots zijn, want hij is in het dagelijks leven ook voorzitter van het Koninklijk Fries paardenstamboek. Ja, dat is het. Daar de prachtige glazen koets, dames en heren, met natuurlijk als inzittenden, Zijn Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin. De escorterende adjudanten zijn luitenant-kolonel van Verbindingsdienst Verhagen en de luitenant-kolonel Vlieger, mevrouw Schoenmaker. En daarachter, te paard vanaf zijn eerste jaar van aanstelling reeds, Zijn Excellentie de Schout bij de Nacht, Rubbelaar, chef van het militaire huis van Zijn Majesteit de Koning. Daarachter ter afsluiting, dames en heren, een peloton van het cavalierieescorten met officieren. Het zogeheten eerste peloton, en dus als tweede verschijnend in deze stoet namens de cavalerie.
ter afsluiting van de koninklijke stoet. En daarachter weer gewaardeerd als afsluiting ook, maar geen deel uitmaken voor wat van ons doet. Een viertal schimmels met ruiters van de Nationale Politie. Briljante film. De eerste is, ik lach met de koning en zijn familie. Zo.